Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online videoprofessionals. In deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig je persoonlijke YouTube-kanaal kunt inrichten volgens de richtlijnen van YouTube. Ik ga er wel vanuit dat je reeds een Gmail-account hebt aangemaakt. Mocht je dat niet hebben aangemaakt, bekijk dan een van mijn andere video's of klik even rechtsbovenin op het i'tje. En ik ga ervan uit dat je reeds je persoonlijke YouTube-kanaal hebt geverifieerd. Heb je dit nog niet gedaan? Bekijk even mijn vorige video of klik rechtsbovenin op het i'tje. Om je persoonlijke YouTube-kanaal volgens de richtlijnen van YouTube in te richten, gaan we als eerste rechtsbovenin naar de icoon. Daar klikken we op. En dan zie je Henk de Vries en daaronder staat je zakelijke YouTube-account. Maar we gaan als eerste naar het tandwieltje en dat heet YouTube-instellingen. Daar klik je op. En dan kom je bij overzicht. En dan klik je op geavanceerd. Dan zie je bij kanaalinstellingen dat je ook nog eventueel een aangepaste URL kunt claimen. Maar daarvoor moet je wel aan een aantal richtlijnen voldoen. Klik even op meer informatie. Dan zie je hier, om in aanmerking te komen voor de aangepaste URL, die je een aantal vereisten te voldoen. Je dient 500 of meer abonnees te hebben. Nou, dat is vrij lastig om dat in een korte periode te krijgen. Je kanaal moet tenminste 30 dagen oud zijn. Dat is ook een kwestie van tijd. Maar er zijn wel twee dingen die je nu direct kunt doen. Dat is een kanaalfoto uploaden en een kanaalbannerafbeelding uploaden. Nou, dat gaan we dus als eerste nu even doen. Je klikt weer rechtsbovenin op de icoon. Dan klik je op wijzigen. Dan word je doorverwezen naar je Google Plus pagina. En dan zie je dat je hier een foto kunt uploaden. Nou, dat gaan we doen. Daar klikken we op. Selecteer een foto op je computer. Dan pakken we even een foto. En dan kun je even je foto bijsnijden. Wat wel belangrijk is om te weten, dat je foto dient minimaal 250 bij 250 pixels te zijn. We snijden hem even bij. En we stellen hem in als profielfoto. En dat duurt ook even. Vervolgens gaan we de bannerafbeelding uploaden. Die heb ik reeds gemaakt. Je klikt op omslagfoto wijzigen. Daar klik je op. Selecteer een foto van je computer. Je klikt erop. Eventueel even bijsnijden, omslagfoto selecteren. En op dit moment heb je je G+ pagina ingericht, maar we moeten nog een andere stap doen en dat is je kanaal inrichten. Zo doen we het even bij YouTube, dan laat je hem opnieuw. Klik nogmaals op pictogram, dan klik je op Create Studio. Dan ga je hier naar kanaal weergeven, daar klik je op. En dan kun je hier een bannerafbeelding voor je YouTube, voor je persoonlijke YouTube kanaal uploaden. Je klikt op bannerafbeelding toevoegen. Selecteer een foto. Nou, je ziet dat je nog het plaatje eventueel kunt bijsnijden. Maar ik selecteer hem nu direct. En je ziet, je bannerafbeelding van je persoonlijke YouTube-kanaal is nu geüpload. Op dit moment zie je dat de foto nog niet van je Google Plus pagina is afgehaald, maar dat kan enkele minuten duren. Dus over een paar minuten verschijnt automatisch hier de foto die je bij je Google Plus pagina al hebt geüpload. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag hoe je je persoonlijke YouTube-kanaal kunt inrichten volgens de richtlijnen van YouTube? Stel je vraag even hieronder en ik ga jouw vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Ik wil jou bedanken voor het kijken van deze video. En ik hoop jou terug te zien bij de volgende video over hoe je je YouTube kanaal kunt optimaliseren. Bekijk gelijk een van mijn andere video's. De vorige video een persoonlijk YouTube kanaal aanmaken. Of deel 4 een persoonlijk YouTube kanaal optimaliseren. Of deel 5 een zakelijk YouTube kanaal aanmaken.